Welkom bij MENT Late Night. Vandaag in de studio het grootste lawijt uit de medische geschiedenis. Hij is 53 jaar geworden en heet Jeff Hoeybergs. Bij mijn opzoekingswerk naar wie is Jeff Hoeybergs heb ik alles overboord gegooid en gewoon een aantal opmerkelijke uitspraken genoteerd. Met hoeveel vrouwen deelde Jeff het bed, de tel kwijtgeraakt, zegt hij. Mathilde heeft een facelift nodig. Iedere vrouw wil borsten die ze had op haar veertiende. Met de borsten van mijn vrouw vertrouw ik alleen mezelf. Of... Jonge mannen moeten niet kweken. En ik ga mijn vrouw de perfecte borsten geven. Ook nog een feintje. Hoe meer pijn het doet in bed, hoe beter. En iedereen moet terug kippen, geiten, schapen en konijnen houden. Geef toe. Veel interessanter dan een Wikipedia-pagina. En als binnenkomer, wat een vrouw aantrekkelijk maakt, is haar potentieel om kinderen te baren. Welkom, Jeff Hoeybergs. Um, dit zijn er maar een paar. Ik had een enorm lang lijstje nog van allemaal uitspraken. Als je die allemaal opleist, dan... Zeg ik van, je haalt veel de boekjes, doet u het ervoor, of wat? Nee, ik denk het niet. Je nee, meent dit denk... allemaal, hè? Dit zijn, dit zijn allemaal uiteindelijk, uiteindelijk syntheses van verhalen. Ja. En, uh, en, en dit zijn dikwijls krantenkoppen of, of, of uh, uit de boekjes... De... De koppen uh, waar ze dingen proberen samen te vatten, maar er zit altijd wel een logisch verhaal achter. Mm -hmm. Maar het zijn wel altijd straffe uitspraken, zo kennen we jou ook. Door de jaren heen Eigenlijk is Chef Huybergs de man met de, de grote mond. Vroeger ook nee, zelfs in mijn programma's niet. nodig ik je uit en dan. dan nee, nee je dat ook? ik neem geen blad voor de mond. Kijk, het is niet omdat de gro het grote deel van de wereld ervoor kiest om in de waanzin te leven, mm -hmm. dat ik mijn betrokkenheid bij de realiteit ga verliezen. Mm -hmm. Okay, dus het leven is kort, ik verlies mijn tijd niet door rond de pot te draaien. Noem een kat een kat en ga naar het volgende onderwerp. Okay. Ik verwacht dat je niet rond de pot draait, maar nu even serieus. Hoe ben jij in dit vak gekomen? Ja, uh, ik ben geneeskunde gaan studeren omdat dat de langste studie was. Omdat ik hoegenaam niet zag zitten om mijn 22 of 23 als licentiate te moeten gaan werken. Dus dan had ik tenminste al tot 25 ja. tijd. Was je studententijd een feesttijd? Dat was één groot feest. Eén groot fest, een heb, van s'morgens uh, tot avonds? Ik heb geen uh, hoogcollege van binnen gezien. Mm -hmm. Oké, okay. maar je bent dan toch wel uh, afgestudeerd. Ah, ja, dat natuurlijk, is gelukt. Ja, dat is zeker gelukt. Met de hulp van natuurlijk hele lieve meisjes die notas maakten voor mij. Um, en, uh, en hele lieve professoren uh, die mij niet kenden. Want ik denk, als ik in de les had gezeten, dat ze mij hadden gebeust Ja. Ik denk dat uh, de manier waarop ik naar de wereld toen al keek, en de manier waarop ik. Uh, ja. Bij mij gaat het niet om wie iets zegt, mij gaat het om wat er gezegd wordt. Mm -hmm. Dat wordt natuurlijk in België niet in dank afgenomen. Hè. Hier hebben we daar een potziekelijke cultuur over, die ik dan erna heb kunnen rechtzetten, natuurlijk. Uh, als een grote bevrijding in de tien jaar dat ik in Engeland verder ontwikkeld uh -huh. ben. Want daar gaat dat wel zo anglo-saartse ja. cultuur. Dat is een heel opvallend verschil, een essentieel verschil. Een, 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 Begrijp je dat sommige mensen zich geschoffeerd voelen door jou? Uh, natuurlijk. Als iemand, als iemand uh, in een waanwereld vertoeft en die bouwt iets op wat nergens op slaat. Kijk, als de koning naakt de stoet loopt en er loopt een kind dat de keizer naakt. Dus die kan er natuurlijk niet mee lachen. Maar mm -hmm. dat doet niet af aan het feit dat hem daar in zijn flikker staat. Mm -hmm. Dus je stam toch wel tegen schenen? Nee, ik help mensen. Oké, okay, je helpt mensen. Ja. Je helpt ook mensen op een ander vlak, namelijk plastische chirurgie. Um, ergens op je site schrijf je: het ligt niet hoger dan een gemiddelde gezinsvakantie naar de zon. Dat is dan toch een groot gezin, hè? Uh, ja, weet jij wat er aan, aan gezinsvakanties wordt uitgegeven? Hoeveel kost? Dus, dus wat is Insta? Ah, je kunt al wat botox hebben voor een paar honderd euro. Dus. Uh, en, en als je, als we het mes gebruiken is het vanaf 500. Dus ik bedoel. Eerder dat je voor 10.000 euro chirurgie hebt, heb je een grote verbouwing ja, gehad. Hè? Wat kost tegenwoordig een borstvergroting? Want ik ben de prijs een beetje kwijt. 3.500. 3.500. Het is mm. gezakt. Hè? Vroeger ja. was het meer. Ja, het is in elk geval niet gestegen. Mm -hmm. Hoeveel patiënten heb je al gehad? Heb je daar zicht op? Oh! Ja, dat zijn heel vele duizenden. Als je dan ook nog meer rekent in de tijd dat ik in de wellnesskliniek met zes artsen werkte, waar ik dan uiteindelijk dan ook nog eens de eindverantwoordelijkheid vertroeg, voor, voor ja, dan zijn er dat 10.000. Mm -hmm. Zit daar ook veel bv's tussen? Hier en daar. <laughs> altijd. Zoveel zo BV, zo het... BV's zijn er nee? Er nee, je... zijn weinig BV's, maar als je dat altijd naar voren brengt, ook in dit programma, als ik dan de vraag stel aan uh, mooie, uh, mooie vrouwen, dan wordt daar zo rondgefitst. Is dat ook Vlaanderen? Van, we laten het wel doen, maar vermeld het niet. Het is een beetje taboe. Ja, of liever ja niet. natuurlijk. Omdat, om, omdat, uh, uh, om, omdat ja, dat is een emotioneel onderwerp is. Dat is zelfs politiek geladen. Maar het is toch helemaal... Hoezo politiek? Ja, ja de, de sossen zijn daar geweldig tegen. tegen. De rode rakers. Want die vinden dat je maar met doen met, moet doen met wat je hebt. En het kost geld en je moet het zelf betalen. En wat de staat niet betaalt, dat is per definitie niet nodig. Mm -hmm. Dit heeft een erg... De maakbare mens is de grootste vijand van de plaschirurgie. Dus de politiek is tegen jou? Een deel nee, van de politiek? Het, 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 het rode linkse nestgedeelte, ja. Mm -hmm. Dat wel. En ga je ja. nog, hoor je daar nog iets van? Want men heeft je ook vroeger altijd in de, in de hoek gezet. Men wilde uh, wetten aanpassen. Ja, ja. Dat, uh, dat geen, reclame, op. geen reclame, geen reclame voor niet op die chirurgie. pesterijen houden niet op. Die gaan tot op de dag van vandaag door. Die verzinnen belastingsaanslagen. Die grijpen die volledig uit de lucht. Die maken daar spelletjes van in de rechtbank. Die, die maken echt bewust je carrière kapot, hè? Ja, want jij gaat wel heel ver. Je hebt ook uh, rechtszaken gewonnen. Ja, af en toe zouden we nog moeten aanmaken, ja. Kost toch ook een pak geld en, en energie? Het kost zeker een pak geld en energie. Maar ja, wat kun je doen? Je kunt moeilijk je door een bende een ooselaars laten plaatrijden. Mm -hmm. um, wat is het meest populaire op dit ogenblik? Van, uh, van ingrepen. Ja. ja, dat hangt ervan af. Hè. Is er zo Ik, geen top 3? Ja, ja, top 3. Het, het, het draait zich rond het, het gelaat. Want dat is natuurlijk een heel eh, erg herkenbaar gedeelte waar mensen mee begaan zijn. En vrouwen zijn dan met de borsten en de billen nogal serieus bezig. Ja? Mannen iets minder. Uh, alhoewel, ook dat... De, ook, de, ook dat verandert? Ook dat er zijn meer de, mannen die binnenkomen? Ja, 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 ja. we zien, we zien allerhande natuurlijk. Maar daar er zijn er meer dan meer geen borsten? of, of is Ja, dat... wel borstkassen ja? en zo. En, en natuurlijk de, de borstvorming, de gynecomastie. He. Zoals we uh, er allemaal op een zekere leeftijd wel wat krijgen omwille van ja, vooral milieu-invloeden. Mm -hmm. Wat is dat toch met mensen die niet tevreden zijn met hun lichaam? Terwijl je aan de andere kant heb je heel veel berichtgeving die zegt van ja wees, wees blij met jezelf, aanvaard je ouder worden zijn, je voelt je goed in je vel, je bent wat dikker, dat is fijn. Maar, zeker, maar toch... dat is fijn voor degenen die dun zijn, hè? Dat zij de dunste en de schoonste zijn, hè? Ja. Dus die vinden het allemaal geweldig dat er delijke mensen zijn. Ja, natuurlijk, hoe meer delijke mensen, hoe beter zij uitsteken. Dat is zo simpel als dat. Mooie mensen doen het beter, hebben meer succes op alle gebieden. Ja. En, en, en dat er geen natuur een handje helpt, dat gaat met name voor vrouwen, werkt dat rechtstreeks via het instinct. Hè. Dus, dus we hebben nu de techniek, maar het instinct om zich mooier te maken dan ze mm -hmm. zijn, dat is bij de vrouwen ingeboren, dat zit erin van bij de bevruchting. Dat zit niet in de hersenen, dat kun je niet aanleren of afleren. Dat is een instinct, dat zit in de genen. Ik kan me inbeelden dat vrouwen dat niet graag horen. Ach, dat interesseert me niet, dus is wat het is. Dat ja, is, het is geen mening, het is de realiteit. Ik, 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 ik verkondig geen mening, hè. Ja. ik ben niet geïnteresseerd in meningen. Pure realiteit, mening. ratio. Ik interesseert me niet. Ja. Wat is de leeftijd van vrouwen die binnenkomen? Nog even voor de break. Ja, dat gaat van, van 0 tot 100. Hè. Ja, maar 0 is onmogelijk. Wat is de minimumgrens? Je zegt van 0, 0. jaar, pas geboren, een kind met een hazenlip, ja. Een kind met een extra oor, een kind met een vinger, te veel. Oké, okay, maar dat deel kennen weinig mensen van jou. Namelijk, hoofdzakelijk zien ze jou als de tetteman. Ja, nee. Of dat is Ik ben een dokter, hè. Ja. Ik ben zelfs een geneesheer. Ik genees zelfs mensen. Oké. Okay. Hij gaat proberen mij te genezen zo dadelijk in deze Ment Late Night. Blijven kijken. Ik blijf vragen stellen tot mijn rimpels verdwijnen in deze studio bij Mint Late Night met Jeff Hoibergs. Jeff, hoe is het met de liefde? Heel goed. Goed? Heel goed, godzijdank. Mag ik ze ervaren in de meest ruime proporties die, bent... die ik ooit heb mogen ervaren? Met Evelien uiteraard. Ja. Uh, nee. Uh, Hoeveel vrouw? Tweede nog maar, hè? Ja, 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 ja. Dat is mijn tweede, mijn tweede. We zijn niet getrouwd. We gaan dat wellicht ook uh, nooit doen, denk ik. Waarom niet? Ja, dat is een contract, hè? Ja. Uh, ik denk... En... en, en uh, die, die contracten, ja, dat, dat, dat is ook weer zoiets. Uh, ik denk dat we dat allemaal wat moeten herzien. Dat is een persoonlijke uh, insteek. Maar dat heeft niks met getrouwd zijn, of niet, voor mij, heeft niks met de relatie te maken en voor je verdien gelukkig ook niet. Dus, uh. ja. Het stond ook in alle boekjes. Uh, jouw vechtscheiding uh, met je ex-vrouw, ja. ja. uh, waarbij je, uh, je ook zei van de kinderen worden gebrainwashed, ja. uh, ze wilden mij vermoorden. Ja. Was groot drama, wel in de boekjes. Hè? Je vertelt toch wel veel. Ja, ik wou dat toch doen, om, en dat, dat heeft ook navolging gekregen, om, om het fenomeen van oude verstoting mm -hmm. uh, toch een beetje te belichten, omdat dat, uh, dat leidt tot geestesziekten. Hè? Dus bij de kinderen. En, uh, en we, ik zie dus ook in de praktijk uh, een enorme toename van het aantal persoonlijkheidsstoornissen en, en uh, ja, waan, waanzintoestanden. Uh, dat is erg omhoog gegaan in mijn carrière. Uh -huh. dus, uh, en elke psychiater zal dat bevestigen en de cijfers bevestigen dat. Um, en een van de uh, redenen is het inadequaat omgaan met de uh, relaties die tussen vader en moeder die, die springen. En dan uh -huh. moet de, de buitenwereld ingrijpen. Uh -huh. Dat kun je niet aan die mensen zelf overlaten. Zie jij de kinderen nog? Nee, nee, nee. Ouderverstoting is wat het is. Hè. Ja. Maar vind jij dat moeilijk? Want je bent toch vader? Uh, ja, natuurlijk, de is, natuurlijk is dat moeilijk, maar, uh, maar men moet dat plaatsen, men heeft geen keus. Uh -huh. uh, dus uh, dat is natuurlijk een beproeving in eerste instantie. Ik, dat is ook altijd een raad die ik geef aan, aan, aan verstoten ouders. Uiteindelijk zijn zij de minst benadeelden. Uh -huh. Ik denk, vertrek, de verstotende ouder die is niet normaal. Een normale mens doet dat niet. Dus die hebben al een geestesziekte. Uh -huh. Want ik ben nogal liberaal met het gebruik van geestesziekten. Uh, in de medische wereld, de wetenschappelijke definitie daarvan, is uh, het schadelijke gedrag, uh, schadelijk voor jezelf of anderen, dan zit je ziek. Mm -hmm. Dus een verstotende ouder is altijd fundamenteel ziek. Okay. Maar die maakt ook zonder fout die kinderen ziek. Je Omdat die in, een, in, 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 in het systeem, en, en ze hebben, dat is heel goed beschreven, en, en daar is heel goede wetenschap over. En de, de experts weten precies hoe dat werkt. Ja. Wat zou je dan willen, want je zei daarnet, daar moet een maatregel komen voor iemand die liberaal is zoals jij. Denk ik dan aan wetten of begeleiding? Nee, maar, men, men, moet, men moet begrijpen dat men, we, we hebben zo de moraal van als het, het huwelijkbootje vertrekt en de klokken hebben geluid en de reis is uitgedrooid, mm -hmm. dan wordt dat koppel zo de zee opgestuurd in een sloep zonder roeispanen en niemand trekt er zich nog maar van aan, want dat is privé, dat is achter de gordijnen, daar heeft niemand zich mee te moeien. Ja. Dat zal tot op zekere hoogte wel opgaan, maar niet in het geval van breuken met kinderen. Mm -hmm. Dan moet de omgeving, en liefst natuurlijk de directe omgeving, onmiddellijk ingrijpen. En wie is de directe omgeving uh, Ouders, broers, zusters, buren. Maakt het dat niet nog wat erger? Nee, onmiddellijk ingrijpen. En maar is vanaf ingrijpen? de eerste dag, hè? En wat, op welke manier ingrijpen? Ik dat is, dat is gewoon zoals dat, zoals dat, gewoon uw sociale plicht vervullen heet dat. Mm -hmm. Dat is kinderen behoeden voor geestesziekten. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat die, die ouder die neiging vertoont, die een ziekelijke neiging vertoont om die kinderen op te stoken tegen de vader mm. en het, het traject ouderverstoting in te slaan, dat die onmiddellijk bij de lurven gevat wordt. In, in Nederland heb je daar een, een soort contract uh, na de echtscheiding, ik weet niet of je dat weet, dat dat bestaat, waarin men eigenlijk het gedrag van de beide ex-partners afspreekt in eerste ja, instantie. Ja, ik, ik denk, kijk, het, het huwelijk is het enige contract waar geen ontbindingsclausulen in staan. Mm -hmm. Als je contract maakt, het eerste wat je schrijft is de ontbindingsclausule. Wat gebeurt er als we, als we, als we okay. allebei of, of we besluiten om het contract niet verder te zetten? Dat, moet duiden, dat is, het, dat is het, het eerste wat je in een contract zet. Oké, okay, Je bent nu niet getrouwd, maar heb je nu afspraken gemaakt die anders waren dan in je vorige huwelijk? Want je bent toch papa geworden ook. Dus eigenlijk begin je opnieuw. Ja, ja natuurlijk. En, en zeg je van: Ik heb ook bijgeleerd? Ja, natuurlijk. En wat heb je daar dan aan veranderd nu in je huidige relatie? Ja, ik, ik ben hier heel, heel duidelijk in. Het is ook ieder het zijn. Ieder heeft zijn eigen bankrekeningen. Er is geen zakelijke interferentie. Mm -hmm. Iedereen weet precies waar hem staat. Mm -hmm. En alles wordt open besproken. En, en uiteindelijk, materieel gesproken, geen gemeenschappelijke belangen. Mm -hmm. Heeft het vorige huwelijk je veel geld gekost? Uh, men, men is met alles op de loop. <laughs> met alles? Uh, ja, en het kost echt. Even. van nul begonnen? Ja, van nul begonnen. Dat wil niet zeggen dat het weg is, hè? Mm. Nee, nee. Dus is niet weg, hè. We, we, we gaan er op het aan achteraan. Hè. We hebben tijd. Hè. Okay. Maar ik heb wel, ben wel van nul moeten beginnen. Ja. Okay. Van nul begonnen, maar terug goed bezig. En af en toe moet je geduld hebben voor je tot een conclusie komt. Mm. Als u nadenkt over een lichaamsvervraaiing uh, vanavond, dit is het ideale moment om even dieper te gaan. Surf ook naar onze website www.mentlatenight.tv. Ook Facebook en Twitter, daar kan u de aankondiging van de gasten zien en de nabeschouwingen, als u er zo laat op de avond natuurlijk nog hebt. Even terug naar datgene wat je doet, Jeff. Um, Denk je soms niet, als er iemand tegenover jou komt, iemand met, een, uh, met bijvoorbeeld een, uh, een, een dikkere buik of wat vet, denk je dan niet, jouw kennende met je meningen in jezelf, van uh, waarom zit je hier, vreet wat minder, dan zal je vanzelf wel afvallen. Oh, ja, dat denk ik niet alleen, dat zeg ik ook. Hè? Zeg, zeg je dat, ja, dat tegen duidelijk. mensen? En hoe reageer je uh, dan? Ja, maar op chirurgie is niks. Je kunt met chirurgie de weegschaal niet helpen. Uh -huh. Tenzij je maagverkleiding doet of de tanden aan nee naait. Ja. Uh, maar met, met plaschirurgie kunnen de weegschaal totaal niet veranderen. Integendeel, je gaat vlak na de ingreep zelfs wat zwaarder zijn dan ervoor. Ook al tegenweg. Zo? Ja, ja. Door de genezing, trek je vocht aan en zo. Um, nee, nee, dat is. Uh... En vergis u niet, uh... mensen worden voorgeselecteerd. Hè? Mensen komen niet zomaar uit het niet bij mij op consult gewoonlijk. Hè? Uh -huh. Die hebben mails gestuurd, die, die hebben gepraat met de staf aan de telefoon. En, en, uh, en wat, wat is die selectie dan, bijvoorbeeld, als je zegt van, ah, oké, okay, ik voel mij te vet, ik wil een liposuctie, ik bel Jeff, of ik mail Jeff tegenwoordig. Ja, ja. Eh, op welke basis wordt er dan gezegd van, je mag of je mag niet? Of, of mag iedereen niet binnen? Oh nee, maar de, de, kijk, er zijn ook mensen, bijvoorbeeld mannen met een bierbuik, daar helpt liposuctie niet. De, die worden al de rijk, die komen niet op consult. En kunnen die dan nou misschien bij iemand anders terecht? Een, ja, ander, een collega dat, die dat, dat misschien wil? Dat moet? weet ik niet, of als een nee? andere collega zijn ander dat wil dan verbranden, dan kom je niet tussen, maar ik ga dat niet doen, hè. Mm -hmm. Ah nee, dat feit van de bierbeuk zit tussen de darmen, daar, 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 daar ga je die mensen totaal niet gelukkig mee maken. Oké, okay. een andere fijne uitspraak van u, want je hebt er heel wat, hè. ik blijf die opzommen natuurlijk. Het merendeel van homo's wordt geboren, maar lesbisch worden is een ontsnappingsmiddel. Ja. Ontsnapping voor wat? Ik heb daarop zitten nadenken. Ik denk van welke ja, ontsnapping? Dat, dat is... Uh, lesbiennes zijn, zijn echt in de war. En homo's niet? Echt niet. Homos niet. Homo, homos, ik ben ervan overtuigd dat er een aantal mensen als homo geboren waren. Daar ben ik van overtuigd. Uh, ik heb nog geen één lesbienne gezien waarvan ik zeg... Ja, als, je, als je gaat kijken wat de familiale situatie is, als je gaat kijken wat uh, de relatie in de prille kindertijd met de vader en met de moeder was, als je gaat ja. kijken naar de moeder zelf, ja. hoe die psychisch in elkaar zit, dan ben ik nog geen één lesbienne tegengekomen waar ik geen perfect normaal psychopathologisch profiel van kan maken. Je komt altijd terug bij de moeder. Hè. Dat valt me niet heel de, veel. Met de essentie. Met de essentie, met alles. zei cijfer je aan de man de, weg. Uw eerste twee jaar, dat is uw preverbale periode, daar kun je niet naar terug, daar heb je geen herinnering van. Die wordt volledig ingevuld door de moeder. Als die moeder daar haar voeten eraan veegt, dan krijg je een zieke geest voor de rest van het leven. Heel dat, is, dat is Freudiaans, nog verder dan dat. Dat is gewoon realiteit. Ja. Freud deed ook niks anders dan de realiteit beschreven. Uh -huh. Waarom willen de mensen dat niet horen? Ah, dat is natuurlijk te moeilijk. Hè. Uh, ze, we zijn allemaal gelijk. Hè. Je kunt toch niet gaan zeggen dat een vrouw bij de kinderen moet blijven en een man niet. Een man kan toch even goed een papfles geven. Uh -huh. Doe je dat? Pardon? Kan je dat? Als, als een man papflessen gaat geven, hou het op. Uh -huh. Dan houdt het verhaal op. Een kind heeft de eerste zes maanden borstvoeding nodig. Punto. En niks anders. En geen papfles. En geen papfles. Voor zijn geestelijke en psychische gezondheid. Heb jij een papfles gekregen ooit? Nee, natuurlijk niet. Borsten. Ik, 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 sorry, ik heb wel. Ja, nee, ja. nee, in de tijd ik heb wel een papflesje gekregen. Waarom denk ik, dat ik zo oraal gefixeerd ben? Excuseer, ik had het niet begrepen. Natuurlijk heb ik geen borstvoeding gehad. Dan zat ja. ik hier niet met 20 kilo te veel. En dan zat ik hier niet te babbelen. En dan had ik niet dat turbulente leven achter de rug gehad. Ja. Dus je hebt ook gezegd tegen je nieuwe vriendin, hè, wat is niet getrouwd of vrouw, heb je gezegd van borstvoeding, ook al bij of je moe staat op, of geen kinderen. Of geen kinderen. Was dat een breekpunt waarbij breakpunt, je zei van, absoluut breekpunt? Wou jij terug kinderen of wou zij kinderen? Ze hebben ook kinderen. En jij zegt van oké, okay, ja. maar op die voorwaarden. Ja, ja. Dus vrouwen moeten geen papflessen geven, nee. ze moeten gewoon de borst ja. aanreiken. Ja. Dat brengt mij meteen dan maar naar die borsten. Het is een borstenavond. Waarom worden mannen zo aangetrokken door de borsten? Dat is, uh, biologisch gesproken zijn we niet geprogrammeerd om tot borsten aangetrokken te worden. Hoe komt het bij ons wel? Bijvoorbeeld in de Oosterse ik, ik, cultuur. Heb je bijvoorbeeld uh, de, de, de fixatie op de voeten, bijvoorbeeld op, op andere delen. Bij ons is het allemaal borsten, borsten, borsten. Nee nee, je moet biogrammatisch zien, in de oosten is dus het juist als bij ons. Wij komen uiteindelijk allemaal uit de bomen. Ja? Uit de bomen? Uit de bomen. Ja, welke bomen? Nou, onze genetica is 75 ja. miljoen jaar, onze voortplantingsgenetica is 75 miljoen jaar oud. We, lo we lopen nog maar twee of drie, vier miljoen jaar op de grond. Mm -hmm. Dus onze genetica is in de bomen gefabriceerd. Dat wil zeggen... Wij, de man werd opgehitst van het systeem van paren in de bomen. Dat is van ik hou u vast en jij zorgt dan we niet de boom donderen. Hè? Mm -hmm. Dus mannen worden geëxciteerd door de billen van de, van de partner. En wat zijn de borsten zijn niet meer als een fysisch verhuis. Toen de taalontwikkeling kwam en de verbale en non-verbale communicatie, moest de, moest de seks het verlengstuk worden. Van de menselijke, woordelijke interactie. Mm -hmm. En konden ze voor die stimulus goed daar een surrogaat, bips op de voorkant gebruiken. Trouwens, het is niet alleen de bips hè. Lipstick, wat denk je dat dat is? Ik heb je al eens goed naar lippen zo gekeken? Nee. Ja, ja, behalve dan dan natuurlijk als ik lig en ik kijk naar, naar ja, de vriendin. Ja, dan, 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 moet, dat je maar en dan moet je dat met je vlokje doen en een beetje nat maken. Ja. Dan zie je toch dat lippen... Apen hebben geen lippen, hè. Maar wil je daarmee zeggen, met die lippen? De lippen zijn, het geslaagd, zijn, de, zijn de reflectie van het vrouwelijk geslachtsorgaan. Oké, okay, daar ga ik even over nadenken in de break. Welkom terug bij Ment Late Night. Ik heb ondertussen mijn lippen bevochtigd, maar ik snap er nog niks van van de lippen. Leg het mij nu nog eens uit, Jeff. Oké. Okay. We hebben een genetica die geprogrammeerd is over 75 miljoen jaar op voorplanting in de bomen, waarbij de vrouwkes met de rug naar de mannen stonden en eigenlijk niet geïnteresseerd was wat er gebeurde buiten het feit dat het gebeurde. Mm -hmm. ja? De mannen daarentegen moesten fysiek opkomen met een, met een, met een, met, met een erectie en moesten er zelfs vervechten, want, want Andere in de planting ja. okay. was het belangrijk dat de sterkste, de fittest, het, ja. het zaakje ging winnen. Goed, dus die mannen die worden verondersteld beloond te worden op een of andere manier voor die huzaren. Stukjes die uiteindelijk gevaarlijk zijn. Ja. En wat is die beloning? Dat, dat wordt gedaan in de natuur via een excitatie, een opwindingsproces mm -hmm. en een bevrediging. Ja. Dus je moet eerst, als, je, als je de bevrediging zoekt, moet je eerst opgewonden zijn. Dus die apen moesten opgewonden. Waarvan? Die vrouw moest die niet een hele tijd gepakt worden boven in die bomen. Die moest alleen gepakt worden als ze een eisprong had. Wat gebeurde er tijdens de eisprong? Haar schaamlippen werden dikker, die werden nat, die opening werd paringsklaar, zelfs de billen werden heel rood en die begon met haar kont te draaien. Ja, maar dat is nog altijd. Toch? En zo wist... De... Ja, natuurlijk is dat nog altijd zo, Alleen daar veel zijn ze mee geboren. Ja. Uh, in elk geval, het mechanisme is nog steeds zo. Natuurlijk, mensen is zo complex, met allerlei complexen, het woord zegt zelf, complexen, mm -hmm. en allerlei waanzin die bovenop die dingen komt zitten. En natuurlijk, instincten in grootschaligheid moeten in banen geleid worden, want anders kun je grootschaligheid op de, mm -hmm. op de schop gooien. Dus, mens is een heel complex verhaal, maar natuurlijk, Freud is degene die daarop gewezen heeft hoe die seksuele complexen leiden tot fundamentele geestesziekten. Mm -hmm. In deze studie hadden we ook Bo ja. de liefdesprofessor, en zijn statement was um, mannen, wees terug een man in bed. Mannen worden te soft. Deel je dat, die mening? Je, je luistert, er zijn allerlei mannen. Als je bij de apen gaat kijken, in een kolonie uh, bavianen bijvoorbeeld, daar worden 90% van de copulaties gedaan door 5% van de mannetjes. Er zijn gewoon mannelijke bavianen die nooit in hun hele leven op een wijfje kruipen. Nooit van Bilko? Nooit. Dus de man, dat bestaat niet natuurlijk dat die vrouwen zich zeker willen laten bevruchten, door een beetje een echte vent. Waarom? Stel je voor dat een zoon wordt mm -hmm. en die is nog niet in staat om een vrouw te bevruchten, ja dan is haar oefening van van zichzelf voortplanten ook voor niks geweest. Hè? Ja. Maar als je dit allemaal zo opsomt, die visie, de feiten, de feiten, ik zeggen, de feiten over de vrouw, um, als je dat allemaal opsomt, dan is een vrouw een ongelooflijk beredeneerde machine. Die maar één zicht heeft. Nee, dat is niet beredeneerd. Dat zit niet in de hersenen. Dat zit niet in de reden. Dat waar zit in de genen. Gene? Dat is volledig instinctief gedrag. Mm -hmm. Een vrouw op het moment van een ijsprong, die besloten heeft dat ze wil laten bevruchten, die, die verandert helemaal. Dat is ook de reden. Vrouwen hebben dat hormonale systeem nog steeds. Dat is ook de reden waarom ze nooit goede gevechtspiloten zullen mm -hmm. worden. Ze zullen nooit een, een goede trap in elkaar kunnen timmeren. Ze zullen ook nooit goede chirurgen worden. Waarom? Ze zijn maar hoogstens drie vierde van de tijd gesteld. Mm -hmm. In die beroepen kunt je dat niet permitteren. Wat u nu zegt, dan begrijp je toch dat als de vrouwen nu kijken, en de vrouwen van de vrouwenbeweging en alle organisaties ja. die daarachter zitten, ja, ja. Dat, dat jij binnenkort natuurlijk weer opgejaagd gaat worden. Omdat nee, ik ze word zeggen niet van kijk, gejaagd. dat is discriminatie ik nee, van de vrouw. Ik word niet Iedereen gejaagd. is gelijk, gelijke rechten voor man en vrouw. Ja, dat is en... een fantasieke wat jij maar in gelooft, maar heeft met de realiteit niks. Mm -hmm. Oké, okay. dus jij zegt de gelijkheid kan er nooit zijn. gelijkheid bestaat niet. En, bestaat en als niet een de maatschappij natuur. dat nastreeft, die gelijkheid tussen nou, vrouwen en mannen? Dat is man? die maatschappij het probleem. Ik vind dat, ik vind dat humor. Ja. Ik lach me en kriek daarmee. Ja. Maar eigenlijk wat dat je nu zegt, zou je ook de perfecte moslim zijn. Moslims zeggen bijvoorbeeld, vrouwen zijn nooit gelijk. Wat hebben de moslims gedaan? Die hebben natuurlijk uit uit... Uh, je moet ook begrijpen dat... dat, dat het, het, het fenomeen ras, dat is een wetenschappelijk, mm -hmm. wiskundig, cijferbaar probleem. Ja. Het feit dat je niet mocht in rastermen denken, is een politieke waanzin. Mm -hmm. Gedrag is erfelijk. Gedrag zit in de genen. Gedrag is zelfs epigenetisch bepaald. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat het gedrag dat je kinderen gaan overerven, deels te maken heeft met het gedrag wat jij stelt zonder het geërfd te hebben. Mm -hmm. Dat is epigenetica. Dat is een ganse specialiteit in de biologie. Daar hoeft je mensen die gebuist waren op wiskunde nooit van over te praten. Het grote gros van al wat in de politiek zit, of in de rechtbanken, of in de journalistiek, was gebuist op wiskunde. Ja. Iemand die gebuist is op wiskunde, heeft aan de tafel van een feitelijk debat niks te zoeken. Stel, je kinderen zijn, worden ouder. Zou je even hard oordelen over je eigen kinderen? Kijk, mijn kinderen. Of ze... stel, stel je zo'n. Zoon, ja. het is nu zoon, uh, komt thuis en is gebuist voor wiskunde. Wat zou je dan zeggen tegen hem? Het gaat nooit lukken, et, het komt nooit goed. Et, wat wat ik, heb, waar ik altijd een punt heb van gemaakt, is om kinderen op te voeden in wiskundige termen. Kan je daar een specifiek voorbeeldje van geven? Bijvoorbeeld, elk getal heeft een negatief. Mm -hmm. ja? Ja. Dus elke, elk goed heeft slecht, licht heeft donker, app heeft vloed. Dat is wiskunde. Dat is wiskundig mm -hmm. denken. Okay. Als jij zegt, ik maak een keuze. Dan verdeelt je dat binair op in een aantal elementen. Ja-nee-elementen. Ja, de hersenen kunnen maar één ding, dat is ja of nee. Zeg je nu dat heel veel mensen geen keuzes kunnen maken? De meeste mensen zijn volstrekt in de war. Die leven in een waanwereld. En... Die laten zich leiden door hun gedachten in plaats van zelf hun gedachten bij de teugels te nemen. Is dat goed of slecht voor de samenleving? Zeer slecht. En hoe gaat dat eindigen als ik even naar. Ah, dat, is, dat, is, dat is het bewijs voor mij dat God een grote zin voor humor heeft en de duivel Is dat zo? Ja. ja. Ik zie dit nu als humor, als goddelijke humor. Jij zegt, die zit een breuk te lachen. Ik heb hier dat iets is, gecreëerd. Kijk daarnaar, dat is een toneel waar het grote gros compleet in de waanzin leeft, terwijl ze dat niet moeten. Hè? Mm -hmm. Er zijn overal mensen zoals ik, waar als je er naar uitreikt, die de hand zullen uitreiken en u uit uw waan halen. Dus ze zitten vrijwillig in de waan. Dat is toch het prachtigste humoristische toneel dat er is. Ja. U zit in de waan thuis en u kan er ook niet aan ontsnappen, behalve als u blijft kijken. Tot zo dadelijk. <middels> Het zal u niet berouwen in deze Ment Late Night. U kan misschien nog wel eens ontsnappen uit de waan. Ik ben benieuwd of het u lukt. Als u het allemaal te ingewikkeld vindt, u kan het herbekijken op www.mentlatenight.tv. Weer een opmerking die mij niet in dank zal afgenomen worden, maar dat zijn we gewoon. Uh, iets helemaal anders trouwens. Um, wat heeft u toch met bomen? Want volgens wat ik gevonden heb, u plant aan de lopende band bomen? Eh... Uh, ja, ik ben een tuinier natuurlijk. Ja. Ik, ben, ik heb groene vingers. Is dat zo? Ja, ik heb veel meer bomen geplant dan ze ooit afge, afgedaan ja. Ja, Ik doe bomen af. Hè. Ja. U plant uh, maar graag. Ik, ik maak allerlei plantjes. Ik maak mijn eigen eten. Ik, ik, ik uh, maak mijn eigen groenten. Ik kook ook heel graag. Ik maak mijn eigen zuurdesembrood. Allemaal. Dat, ja, ja. Is dat gewoon omdat je dat graag doet? Of waarbij je zegt, ja, ja, van, nee, dat is, dat liever is, dat dan de voedingsindustrie? Kijk, kijk, wat is de kern? Wat is de kern van, van uit de waanzin ontsnappen? Dat, dat doe je via de stilte, de inwendige stilte. Mm -hmm. Je kunt niet zonder inwendige stilte aan de waan ontsnappen. Dat is iets wat ik heb geleerd. En de, het contact met de natuur is een vorm van... Uh, Stille harmonie. In zijn met de natuur. Ja, en, en de natuur, als jij goed zijt voor de natuur, is de natuur goed voor u. En, en die harmonie uh, expandeert in elk geval, in mijn geval, het bewustzijn heel mm -hmm. erg. Dat is een, 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 een constante oefening in bewustzijnsexpansie. Hoe moet ik me dat voorstellen? Elke dag na het werk of, of uh, dat je in de tuin vertoeft of, of in de natuur? Of, of... Nee, maar ik hoef nergens fysisch te vertoeven. Hè. Dat is het voordeel na een okay. tijd. Hè. Je kunt helemaal gaan naar waar je wilt, hè? Ja. We hebben niet veel tijd, altijd te weinig tijd. Um, u heeft eigenlijk, eigenlijk, want het ging nu over groen dan zo'n beetje, maar eigenlijk heeft u iedereen al aangepakt. De christendemocraten, de socialisten, um, zelfs Bart de Wever. Maar nou, U ook gebeust iskunde, hè? was ook gebeurd op wiskunde, hè? Hij ook gebeurd, maar wel Latijn. Dus iedereen... Maar wel gebeust op wiskunde, hij geschiedenis gaan doen, hè? Oké. Okay. Um, zou dat niks voor u zijn? Wat? In de politiek stappen. De politiek, dat is een schouwtoneel. Ik ga, ik, kijk, uh, dat, dat, ik heb daar toch niks te zoeken. Dat is een frat, dat is, is, is kolder, dat is een zinloosheid. Daar ga ik mijn tijd niet in Maar dan kan je natuurlijk je stem laten horen. Kan je maar echt ik, de mensen maar waarom hun... zou ik mijn stem laten horen tussen allemaal mensen die ervoor verkiezen in een waan te leven? Zolang er een democratie is, waar het grote gros van de stemmers verkiezen voor een waan te stemmen, wat gaat je in de politiek toch doen? Mm -hmm. zeg je dan... Als je zegt, van, ah, er komt hier een verlicht despotisme, en die despot zegt, hoe je werkskunde mensen niet een paar zaken zin want er is toch iets... Wat, je... wat, is uw, wat is uw feitelijke analyse daarover? Want mijn gedachte hoeft hem niet te vragen. Hè? Ja, de feiten. Mijn mening hoeft niemand te vragen. Hè? Mm -hmm. Maar ik ben wel vanuit... Omdat ik de, de wereldwiskundigen in getallen bekijk... Van heel wat meer feitjes op de oogte. Als gelijk welke meneer de expert in de meeste vakken. Hè? Ja. U kapt ook nogal hard op het onderwijs. Oh, rampzalig. Waarom? Totaal rampzalig. Wij presteren het al drie generaties lang om de domste van de klas voor de klas te zetten. De rest van de wat moet je daar dan mee doen? Weg. Eruit. Haal uw kinderen eruit. En dan... Haal ze eruit. Naar nou, waar, kan me niet schelen, maar haal ze eruit. Ik kan toch moeilijk zeggen van mijn kinderen gaan. Je gaat uw kinderen geen dienst bewijzen met ze op gelijk welk niveau in het Belgisch onderwijssysteem te houden. Haal ze er alstublieft uit als okay, je het goed maar Waar moet je, je ze naartoe brengen dan? Wat moet je er doen? Hoe leren ze? Er iets? zijn meer dan genoeg manieren via internet om, om... Wat moet een kind van 12 kunnen? Lezen, tellen, rekenen. Uh, je moet er natuurlijk wat mee bezig zijn. Het moet zich sociaal ontwikkelen. Je bent natuurlijk veel beter af in het buitenland. Daar is geen twijfel over. Mm -hmm. Um, als, als uw zoon wat ouder is, moet hij, als je hier blijft of hier nog woont, moet hij naar het onderwijs. Ga jij dan zeggen nee? Mijn zoon gaat naar een Portugese school. Oké, okay, dus je bent van plan om te vertrekken hier. En, waarom is, hier en waarom is die Portugese school beter? Dat is, dat is, uh, dat is een Engels, dat is anglo saxisch uh, onderwijssysteem. Mm -hmm. Daar zijn leraars geselecteerd op hun feitelijke, feitelijke begripsvermogen. Niet op wat naapere of, of het voldoen aan politieke gekleurde programma's. Zegt u dan dat het onderwijs de leraars in dit land eigenlijk niet voldoen om de kinderen. Het hele systeem werkt niet. We zitten in een pot sierlijk beschavingsmodel. Mm -hmm. Een beschavingsmodel waar het er doet wie wat zegt, maar niet wat er gezegd wordt. Dat is pot sierlijk. Dat heeft met de verlichting of met de beschaving niks te maken. Vandaar dat die ook op de schop staat. Vandaar dat het zo, excuseer, lachen is ja. de ganse dag. Maar denk je niet van er moet een oplossing komen? Nee, want stel u voor dat er een oplossing komt, dan kunnen we toch zo hard ermee lachen. En je wil gewoon blijven lachen. Ik wil blijven lachen. Kijken naar het schouwspel. Ja, voilà. Okay. Um, afrondend, op uw Facebookpagina, want we zijn bevriend hè, ja. uh, op Facebook. Toont u zich de laatste tijd een waar filosoof? In een bepaalde stijl poneert u geregeld wat wijsheden. Ik heb nog berichten van je gelezen, die waren heel aanvallend. Hè? En nu schrijf je dingen zoals, zoals. Het doorbreken van patronen is essentieel voor de creatie van een nieuwe leefwereld, net zoals het breken van eieren essentieel is bij het maken van gebak. Mm -hmm. Of nog. Volledig inzicht in minstens één natuurfenomeen geeft u tegelijk het overzicht over alle andere. Haiku's zijn het niet. Wat is het eigenlijk? Het zijn, waar, het, zijn, het, zijn, uh, het zijn Kijk, de waarheid is één punt. Dat moet je goed begrijpen. Mm -hmm. Dat is maar één punt. Dat is tegelijkertijd het grootste en het kleinste wat er bestaat. En dit zijn de laatste woordelijke richtingwijzers in de richting van dat punt. Okay. Um, kijk, als je daar voorbij gaat, moet je naar wiskunde. Dan moet je naar wiskunde, oké. Okay. <tus> mm. um, afrondend, wat wil je nog bereiken in je leven? Ah, ik ben met een avond van mijn leven aan het voorbereiden. En het uh, plan is de avond van de mijn avond leven. De avond van je leven. oké. Okay. Ik, ja, ik ga de avond van mijn leven in, hè? Laten we reëel blijven, hè? En ik, ik ben, ben van plan niet bij de eerste naar huis te gaan mm -hmm. en uh, er eens goed tegenaan te gaan. Ja. En uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus ja, dat ik, dat, ik, dat ik in elk geval met het gevoel te werken heel snel ga stoppen. Okay. Ik zeg niet dat ik er meer ga opereren, maar ik ga het niet doen in de context van werk. Ik ga het niet doen in de context van materiële verbinten. Oké, okay, ik dacht net te zeggen, dan heb je toch wel geld nodig om te, te voldoen nee. in een Ja, geld, geld is er met hopen. Geld groeit aan de bomen. Dat valt uit de lucht. Dat is ook het voordeel van in de waanwereld te leven. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, laatste vraag. Met wat je nu weet, um, als je dat nu pakweg dertig jaar geleden had geweten, um, zou je iets anders gedaan hebben? Ja, een heel aantal zaken. Hè? Toch wel? Ja, ja. Uiteraard. En wat ik, zou in, veel, ik zou uiteindelijk een veel, veel minder ongeluk gekend hebben, want ik heb heel wat ongeluk, ongelukkig gevoel gehad mm -hmm. in mijn leven. Hè? Dat, is, dat, is, dat moet je doorheen. Ik ben daar doorheen gemoeten. Ik ben dat ongeluk blijven analyseren op een wiskundige wijze en tot ik er, er bovenuit ben gestegen. Dat, en dat was een lange, harde weg. Ja. Dus ja, dat ga ik geen tweede keer doen. Okay. Als ik nog eens terugkom, dan, dan word ik zo geboren. Daar ben ik heel zeker van. Okay. En nu ben je gelukkig. En ik ben zeer gelukkig nu. Chef okay. Oebergs, bedankt voor je komst naar deze Ment Late Night. En u mag nu rustig gaan slapen of misschien nog wel even nadenken over de waan van de dag.